Hallo, ik ben Ramses, teamcoach cultuur, waar onder meer de bibliotheekwerking hier in Wetteren onder valt. En ik heb voor jou een geweldige boeksuggestie. Het was extreem moeilijk om eigenlijk één boek te kiezen, want het leuke aan boeken is dat je je fantasie, je inlevingsvermogen, maar evengoed ook je kennis kan prikkelen. Maar één ding wat ik soms heel spijtig vind, is dat dat heel individueel is. Het is niets leuker dan eigenlijk heel dat proces te kunnen delen met mensen. En natuurlijk zijn daar fora en leesclubs voor, maar het blijft toch nog altijd iets anders. En daarom ben ik eigenlijk met een suggestie voor een boek dat je samen kunt beleven en dat veel meer is dan enkel een boek. Ik heb het hier bij mij. Het is een jeugdboek. Het is Koning Odysseus van Heerlijk Hoorspel. En het leuke hieraan is ook dat er een cd bij zit. Gemaakt door het Geluidshuis met verschillende bekende en heel goede acteurs. Dit is eigenlijk een ideaal boek om mee te nemen op vakantie. Ideaal in de auto, leuk, zowel voor jong als oud. En natuurlijk, het is ook een geweldig verhaal. Het is een humoristische hervertelling van het verhaal van Odysseus, van Homeros. Dus je leert er ook wel nog wat van bij. En in het boek staan verschillende informatie en prachtige afbeeldingen. En een verklarende woordenlijst. Het zet kinderen aan ook tot lezen. En we hebben zelfs nog meer om die beleving op gezinsschaal nog te vergroten. Hebben wij in onze spelotheek in Wetteren ook een spel dat erbij hoort. Het is een spel, heel leuk, dat je samen speelt. Dus het is niet winnen of verliezen, maar het is samen winnen of verliezen. Het is heel mooi vormgegeven en het zorgt ervoor dat je eigenlijk eindeloos kunt duiken in de verhalen van koning Odysseus en de reis naar Ithaca. Ik wil hiermee ook een lans breken voor volwassenen om ook toch eens de overstap te maken naar de jeugdcollectie, want wij hebben verschrikkelijk mooie verhalen. Dat gaat van prijswinnaars, van Nevermore, naar het Gouden Lampje. Er is een beetje schroom, ik begrijp het, om hier te zoeken, maar je gaat meteen merken, als je ook hier een boek kiest of aan het bibliotheekpersoneel vraagt van wil je mij helpen, ik zoek echt een heel goed boek, dat je opnieuw in die kinderlijke fantasie zult stappen en meer dan plezier zult beleven aan het lezen van een jeugdboek. Dus zeker ook eens proberen.